Ja, ik neem jullie mee terug naar het jaar 2004. En toen was de EK in Portugal. En net een aantal jaren daarvoor had ik een enorme terugslag gehad. Ja, dat was ergens in 2000, 2001. Toen voelde ik me niet meer goed en ik was vermoeid en ik had allerlei verschrikkelijke problemen met mijn gezondheid. En ik, het was niks gewoon. En ik werd geopereerd in 2003. Uiteindelijk vonden ze een goedaardige tumor in mijn hoofd. Nou, hele zware operatie, allemaal dik in orde, alles goed verlopen. En ik voelde me weer een beetje, hey, ik kan het leven weer aan. Ik kan weer meedoen. Ik voelde me weer fit. Nou, toen werd ik in 2004 ergens in het begin, werd ik gebeld door Jack van Gelder. En die zei, joh, kom nou naar mijn avondprogramma daar tijdens de EK en nodig ik je uit als gast. Nou ja, hey, ik vond dat natuurlijk een top idee. Geweldig. Dus ik daar naartoe, want ja, luister eens even. Eigenlijk, ik telde gewoon niet meer mee. Nee, het was gewoon een beetje gedaan met mij, want ik was jaren niet op tv geweest. En het was een beetje gebeurd. Maar, ik kom daar en ik vertel mijn verhaal en ik maak een paar filmpjes. En ik voelde al en ik hoorde al uit Nederland. Dat werd goed ontvangen. Mensen vonden dat leuk. Nou, en dat deed me goed natuurlijk. Ja, hey, hallo, daar is hij weer. En ik vloog terug. En het kost me altijd weer moeite om dit verhaal te vertellen. Want ik schiet. En eigenlijk, dit is eigenlijk een verhaal met een traan. Want ik vloog dus terug uit Portugal naar Nederland. En die vlucht die kwam aan diep in de nacht. Het was 12 uur of 12:30. En ik zou, want ik moest nog doorvliegen ergens anders naartoe. En ik zou overnachten op Schiphol. Dus ik loop met mijn koffertje zo achter me aan. Kom ik uit Schiphol in het pikken donker. Loop ik daar over Schiphol heen. En er is helemaal niemand. Het is doodstil. En ik loop op weg naar mijn hotel. En ik zie ineens een grote lantaarn. En eigenlijk zie ik alleen maar een figuur onder die lantaarn staan. Een man of een vrouw, dat weet ik helemaal niet. Ik zie daar een figuur onder die, als een soort schaduw, onder die lantaarn staan. En ik loop daar langs en ik hoor alleen maar de stem. En die zegt, wel, ja, nou krijg ik er weer last van. Daarom zei ik net, dit is een verhaal met een traan. En die zei, Harry, welkom terug op televisie. Je was fantastisch. En elke keer weer, als ik dit verhaal vertel, dan krijg ik dit, die traan.